Nou, als het goed is, heb je hier heel lang over nagedacht. Wat het antwoord is op dit raadsel. Hij is over het algemeen goed te doen als je er lang genoeg mee bezig bent. Dus of je bent lui, of je wil gewoon je antwoord checken. Of je bent benieuwd naar of er andere manieren zijn hoe je tot op dit antwoord had kunnen komen. Daarvoor heb ik dan toch nog maar even een uitwerking gemaakt. Nou, er is een stuk logica die je kunt toepassen in dit vraagstuk. En dat gaat erom dat je inziet dat die 5 en die 10. Daar zit de grootste pijn, als het ware. Die doen er zo lang over, die maken eigenlijk het probleem dat je niet aan die 17 uur kan komen, die maken dat probleem heel groot. Nou, dan zou je kunnen denken van, ja, moeten ze dan los door de tunnel, dus die 5 door de tunnel en dan de zaklamp teruggebracht en dan die 10 door de tunnel, of moeten ze misschien samen door de tunnel? Nou, als je dit eens eventjes bekijkt. In die 17 uur, stel dat ze niet samen zouden gaan, dat ze dus die gele oplossing van die 5 die gaat zelf door de tunnel en die 10 die gaat zelf door de tunnel. Dan ben je dus alleen al aan die 5 die er doorheen moet. Die gaat dan waarschijnlijk met iemand anders dan 10, dus met die 2 of 1. Dus die doet er hoe dan ook 5 uur over en die 10 die doet er dan 10 uur over. Dan ben je dus in totaal al 15 uur kwijt om alleen maar die 5 en die 10 naar de andere kant van de tunnel te krijgen. Met daarnaast iemand die dan de zaklamp nog weer moet terugbrengen, ga je het natuurlijk nooit redden om binnen die 17 uur te blijven. Dus er is geen mogelijkheid dat 5 en 10 afzonderlijk van elkaar door de tunnel gaan. Dus ze moeten wel samen. Nou, zou je denken van hoe ga je dat dan doen? Want als 5 en 10 samen door die tunnel gaan, dan ben ik 10 uur later. Dan moet die 5 terug. En ja, dat kan niet. Want als 5 terug gaat en daarna weer heen, dan zit je alweer op 20 uur. Dus dat lukt ook al niet. Dus daarmee zeg je in feite dat 5 en 10 niet als eerste door de tunnel kunnen. Om dezelfde reden kunnen ze niet als laatste door de tunnel. Ze gaan in totaal 3 keer. Ik hoop dat je dat hebt gezien, hè? Dat ze gaan, er gaan er 2 heen, 1 terug. Dan gaan er weer 2 heen, 1 terug. En weer 2 heen, 1 terug. En dan zijn ze, even kijken, weer 2 heen. In totaal gaan ze 3 keer heen door de tunnel. 3 maal. Oké. Nou, die eerste keer, dat kan niet 5 en 10 zijn. Want dan moet die 5 weer terug. Die laatste keer kan ook niet 5 en 10 zijn, want dat zou betekenen dat één van die twee de zaklamp dus er al doorheen is geweest en de zaklamp weer terug komt brengen. Want de laatste persoon die hier staat te wachten, die moet wachten totdat de ene laatste weer even terugkomt, zeg maar. Die komt de zaklamp brengen en dan gaan ze samen weer heen. Dus dat is hoe het eindigt. En dat kan natuurlijk niet, want als 5 en 10 als laatste zijn, dan is dus of 5 of 10 al een keer door de tunnel geweest. Dat kan niet. Dus dat betekent van de 3 keer dat ze door de tunnel gaan, zullen 5 en 10 wel in het midden moeten zitten. Dus 5 en 10. 5 en 10 gaan in het midden door de tunnel heen. En dan wordt het probleem waarschijnlijk al een stukje helderder. Nu hebben we met de logica zijn we al heel eind gekomen. Wie heeft dan de zaklamp gebracht? Zo'n goeie. Wie heeft dan de zaklamp gebracht? En wie zijn er als eerste gegaan? Nou, laten we eens even kijken. Als 5 en 10 echt moeten wachten tot dat allerlaatste moment, nou, wie zullen dan de eerste zijn? Ja, dat zijn natuurlijk 1 en 2. 1 en 2 zijn natuurlijk als eerste door de tunnel gaan. Nou, dan heeft één iemand heeft hem teruggebracht. Laten we er even vanuit gaan dat de snelste dat doet. Dus die 1, die brengt hem weer terug. Dan gaan 5 en 10, die gaan weer heen. En dan, ja, dan staan er aan die kant dus 2, die staat er nog. Die 2 staat hier nog. En dan staat er 5 en 10, die staan er ook nog. Dus de vader, de moeder en de zoon, die staan dan aan die kant. En die 1, die staat nog hier. Die moet gehaald worden. Nou, wie kan dat het beste doen van deze 3? Ja, dat is natuurlijk die 2. Dus die gaat natuurlijk nog even terug. En dan gaan 1 en 2 gaan samen weer naar de andere kant. En dan blijft er niemand meer over. Dus 1 en 2 die gaan heen. 1 die gaat terug. Geeft de zaklamp aan 5 en 10. Die gaan er doorheen. 2 die gaat nog even 1 halen en samen gaan ze terug. Als we nou dit optellen hoeveel tijd dat kost, dan hebben we hier 2 uur over gedaan. Dan is dit opgeteld, dus even cumulatief. Hè, dus dit samen is het 3 uur. Dan gaan 5 en 10. Dus dan heeft de zaklamp in feite al 13 uur verbruikt. Hier heeft hij al 15 uur verbruikt. En dan samen is dit 17 uur. Dus het kan. In 17 uur zijn ze allemaal veilig en netjes naar de overkant. En nog logisch beredeneerd ook. Oké. Dat was hem. Ik hoop dat je hem leuk vond.